demonstreren liefde. En ik dacht even, dat is wel bijzonder om daarmee te beginnen. En ik vind het fijn om eerst eventjes met Matthäus al te beginnen. En ja, doe ik nooit. Het is de eerste keer dat ik het doe. Misschien de laatste keer, dat weet ik niet. Maar het beviel me wel goed, denk ik. Ik heb de eerste dienst al gehad. Maar het is de Passion Translation. En ik wil je gewoon aanmoedigen, lees verschillende vertalingen naast elkaar. En uiteraard heb je een voorkeur. Maar de Passion Translation is niet in het Nederlands, dus nou, vandaar het Engels. Maar ook, het is anders dan de herziene Statenvertaling. En het is niet meer of minder, maar anders. En soms heb je net weer een nadruk op iets anders, wat weer een openbaring of duidelijkheid geeft, wat mooi is. Dus ik wil je gewoon bemoedigen, niet te denken van ik lees alleen maar die ene vertaling. Soms helpt dit om toch nog een breder begrip te krijgen hoe God iets bedoeld heeft. Nou, Matthäus 25. En dan, ik lees hem niet in het Engels voor, maar wat wel heel mooi is, is u hebt een kostbare plek in mijn vaders hart. En ik dacht, zo mooi vertaald. Jij en ik hebben in Gods hart, niet in zijn hoofd, maar in zijn hart, een kostbare plek. En dit kan je zeggen als iemand op sterven ligt. Mijn eigen moeder, is een aparte week, heb ik natuurlijk afgelopen dinsdag begraven. Begrafenis heb ik mogen voorgaan in een dienst. En ik kan je aanraden, gebruik de laatste dagen van iemands leven om gewoon te waken. Om er te zijn. Ik ben enigszins kind. En ik zou het echt aanraden met z'n tweeën. Maar we hadden een bed erbij gezet. En het is zo belangrijk voor mensen die in een terminal stadium zijn. Om niet te denken van oké, het gaat goed. Maar zij hebben tijd nodig om met God ook om klaar te komen. Om afscheid te nemen van het leven. Afscheid te nemen van hun familie. Ook al merk je dat niet, omdat ze dan gewoon maar liggen. Of dat ze misschien in coma, maar ze horen alles. Mijn eigen moeder, ik zei zoiets van, oh, mijn moeder heeft één droom gehad. En ze heeft ik had het over van, een engel komt je ophalen. Nou, dat arm ging heel log omhoog. En zo, twee. En twee engelen had ze gezien. En die zouden haar komen ophalen. Dat is toch, ouderen zullen dromen. En ontneem niet de tijd om te verzoenen, om te vergeven, om te lachen. We hebben over moppen gelachen. We hebben ook mooie momenten gekoesterd. En met de telefoon hebben we afscheid genomen van haar 42 jaar lange vriendschap met een vriendin. En zij kon niks meer zeggen, maar die kon haar bedanken voor wat ze zo fijn had gevonden in haar. En dat doet opleven, dat geeft waardering. En dat geeft ook, juist voor iemand die, ze had een slecht identiteitsbeeld. Ze wees zichzelf af, waardoor je ook anderen afwees. Maar ze had het nodig om gewaardeerd te worden. En dan is het extra kostbaar. En met haar broer, halfbroer moet ik zeggen, zat een halve, nee niet een halve eeuw, een kwart eeuw tussen. En 25 jaar. En die had ze jaren niet gezien. En die had gewaakt. Als wij voor Gods huis zorgen, voor Gods huisgezin, zorgt God voor jouw gezin. 11 jaar geleden, bijna 11 jaar geleden, met mijn vader die toen naar de Heer ging. En nu met mijn moeder kwamen uit onverwacht niet-familiehoek. Kwamen mensen die zeggen, wij willen wel de wacht houden. En dat is mooi. Daarom is kerk zijn zo belangrijk, familie zijn zo belangrijk. Toen waren het familie Kopiga die toen de hele dag waakte en bij mijn vader waren. En nu waren het voorgangers uit Almelo, Sipculo. En dat is bijzonder, bijzonder. En nu heb ik die tekst van Psalm 25, vers 34. En daar staat, kom en ervaar de full inheritance, de volle erfdeel. En wij zijn vaak blij met halfvol, met een klein beetje. Oh, ik heb geloof. Oh, dat is genoeg. Oh, ik ken God wel. Hé, het volle erfdeel. Wat is het volle erfdeel voor jou? Wat is de volledige plan op jou en mijn leven? We zijn er nog niet. We hebben nog veel meer te brengen. En er is iets meer dan wat je nu hebt. Het volle. Bid voor je kinderen. Bid over je ouders. Bid voor je partner. Bid dat zij het volle erfdeel zullen krijgen en ontvangen. En daar moet je niet op afwachten. Daar moet je actief actie voor ondernemen.
En dan staat er vers 35. Wanneer ik ziek was, jij liefdevol zorgde voor me. En toen ik in de gevangenis zat, mijn moeder zat gevangen in haar lichaam. En hoe vaak worden mensen in deze maatschappij platgespoten? Oh, laat maar. Oh nee, ze hebben het moeilijk. Hé, ik had gelukkig een christenarts. En ik zei, ik wil mijn moeder nog spreken. En als hij geen pijn heeft, dan wachten we daarmee. En het hele werd verminderd. En het werd en ik heb een hele goede tijd nog met mijn moeder gehad. Fluisterend, om het uur, mooi muziekje. Twee opwekkingsliederen waar je heel mooi naar kan luisteren. Over de hemel, echt aan te raden. En we hebben mooie momenten gehad. En je kon samen bidden, samen lachen. En zij had een angst. Wat we misschien allemaal hebben. Je kent Elia. Elia had fantastische overwinning op de Karmel. Er kwam vuur uit de hemel. En de dag daarna was hij bang. Het natuurlijke in je is dat je dan bang wordt, misschien voor mensen, misschien voor woorden. Hij werd bang voor Izebel. En hij werd bang. Maar hoe vaak word je bang voor de dood? En die angst, daar kan je geloof hebben. Maar je hebt ook een gevoel van angst. En help mensen die angst een plek te krijgen. Die angst te overwinnen door geloof. Die angst waar je misschien nog woorden uit de Bijbel mag lezen. Waardoor mensen vrede krijgen. En dat is zo kostbaar. En jij en ik kunnen dat doen met voorbeden door de telefoon. Al is iemand ver weg. Wij waren in Frankrijk. En we hebben zelfs door de telefoon dingen gebeden. Met mijn vader. Ik zat in Italië. Ik ben opnieuw neergereden. Maar op een gegeven moment zaten we toch weer in Italië. En toen ging het sneller. En ik kon door de telefoon toch dingen zeggen. En ook al zei hij niks terug bij zijn oor. Maar hij gaf een geluid. Zo'n rochelend geluid terug. Van, ik zei, ik zie u in de hemel. En het was ja. En iedereen zei, hoe bestaat het? Hij komt uit coma. Zegt zelfs wat. Ja. Geestelijk hoor je meer dan je denkt. Lichamelijk. Hey, bezoek mensen. Psalm 23. En ik zou je aanraden, lees veel de Bijbel. Want dan kan je in de moeilijke tijden Gods woord gewoon gebruiken. Wij denken vaak in tijden als alles moet goed gaan. Hoe gaat het met jou goed? En je schaamt je bijna. Je voelt je bijna schuldig om dan te zeggen, nou, niet zo goed. Want je bent toch gelovig? Je moet bijna zeggen altijd, de een verwacht dat je moet zeggen, ik moet huilen. De ander zegt, oh, ze huilt helemaal niet. Mijn moeder, die was een sterke vrouw. Toen zij 45 jaar was, en is uit een geslacht van vroegtijdige dood, 32 jaar, 42, 45 jaar of zoiets ongeveer, allemaal. Maar mijn overgrootmoeder, die was 45 jaar gestorven en die had 3 maanden gezegd, ik voel het aan, ik zal niet meer lang leven. Nou, dat moet je nooit zeggen natuurlijk, als je gezond bent. En die was nog heel jong, 45. Maar mijn moeder was 45, in Zippeklo. En zij zegt, ik hoor haar zeggen, ik was meisje van 9. En ik hoor haar zeggen, in de kamer, ik denk dat ik niet oud zal worden. Ik ben nu 45 en ik voel het ook aan. Net als mijn moeder. En ik hoor mijn vader zeggen van, nou, doe niet zo rato, dat zeg je toch niet. Dat moet je niet over jezelf uitspreken. Maar ik werd bang. En ik hoor die woorden. Ik dacht, ik heb geen broers en zussen. Ik zit er op een klein dorpje. Mijn vader heeft veel werk. Waar moet ik heen overdag als ik mijn moeder wegvalt? En nu komt de kracht van de Heilige Geest. De kracht van Gods woorden. Mijn moeder heeft voorgelezen uit de kinderbijbel toen ik 2,5, 3, 4, 5, 6 was. Omdat ik altijd ziek was. En op een gegeven moment niet meer kon lopen. Altijd in het ziekenhuis. En mijn moeder dacht, ik lees voor. En de woorden van God kwamen in me. En ik voelde een kracht door me heen stroom. Ik was 9 jaar. Ik had geen voorbeeld. Ik had nog nooit iemand zo zien wijzen. Maar ik wees zo waar mijn moeder zat. Dwars door de muur heen. Van de keuken naar de kamer. En ik wees naar mijn moeder. En ik zei, in de naam van Jezus Christus, ze zal lang leven. En ik hoorde dat. En ze is 91 jaar geworden. 91,5. Lieve mensen. Een doorbraak in de geslachten. En ze was sterk. Het was grappig. Op het woonzorgcentrum, waar ze haar woning had. Toen, daar zeiden ze, wow, dat is een sterke vrouw. Die is niet onder de grond te krijgen. Ja, heel grappig. Maar op de begraafplaats. En ik moet zeggen, ik heb gehuild. Ik heb gelukkig 8 dagen genomen voordat we gingen begraven. Dan heb je iets langer om te verwerken en zo. En ik wilde ook naar Koller, in de tegenwoordigheid van de Heer. In de tegenwoordigheid van de Heer is het goed. Want bij God, waar is mijn moeder? Bij God. Waar moet ik dan zijn als ik... Als ik weer bij mijn moeder wil zijn, moet ik dicht bij God zijn.
Want bij God, dat is de deur. Jezus Christus is de deur voor de eeuwigheid. Dus ik was daar en daar veel tranen gelaten en veel kunnen praten, ook af van je afpraten en verwerken. Maar even over, mijn moeder was een sterke vrouw, hè? Dat is even heel grappig. En dan ben je op de begraafplaats, dinsdag. En ik was op de begraafplaats en wij lopen daar vooraan, Erald en ik. En de ketting waarmee de kist naar beneden zou gaan, was gebroken. Dus dan kan je je voorstellen, 4 begrafenismannen en op de grond en op de knieën. En ja, dat ding kon dan niet zakken en wij moesten wachten. En toen zeiden ze, ja, dit kan nog een kwartier duren. Ik dacht helemaal, ik wil niet meer dat het nog een kwartier duurt. Wat is dit nou? En ik zei tegen Erald, ze krijgen haar nog niet onder de grond. Ja. Ze is bij de Heer, hè? Dus daar kan je die grapjes allemaal maken. Ja. Ja, en toch was het, dat was, dus iedereen, en toen dacht ik, nou moet ik ernstig moment zijn. Ik dacht, het is helemaal geen ernstig moment, het is idioot. Maar nu komt het. Daardoor waren er 16 begrafenis, hoe heette die dingen? Vroeger zei je doodgravers, maar dat mag niet. Hoe heette die mensen? Grafdelvers? Oké, uit Delft, hè? Nee. En die waren daar opgetrommeld, want ja, dat was natuurlijk een probleem daar. En die stonden daar op een paar meter afstand. En ik zei, joh, dat is allemaal prima, we gaan niet nog 10 minuten of een kwartier daarop wachten. Zo is het ook prima. Ik denk, jongens, maakt verder niks uit. En ze is toch al in de eeuwigheid. En ik weet nog, en mijn moeders halfbroer, die zou iets delen over het evangelie, maar goed. Alle mensen die bijna kwamen waren bijna allemaal christen. Maar daar stonden 15, 16 grafdelven, zo heten ze. En die hebben het hele evangelie even in notendop gehoord. Ik zeg, Heer, dank u wel. Wat een mooie dag. Ja, dat is mooi. En Psalm 23, vers 4b. En daar staat, angst zal nooit mij overwinnen. Neem tijd om het gevoel angst. Want angst is al overwonnen door Jezus Christus. Maar neem tijd om dat bij jou dat te overwinnen. En angst kan in elk opzicht zijn. Angst voor financiën, angst voor baan te verliezen. Angst om werkloos te blijven. Angst om een examen niet te halen. Angst om geen vriendje of vriendinnetje te krijgen. Angst voor wat dan ook. Maar laat God angst overwinnen. En neem daar tijd voor. En blijf heel dicht bij God. En hij zal je leiden door alles heen. De hele weg. Er staat niet de halve weg. Niet van, nou, nu ben je oud geworden. Nu zit je al in coma. Laat maar. God is dan ook heel dicht bij je. Hij is daar waar nood is. En hij zal je nooit alleen laten waar je ook bent. Vers 6. Want je goedheid en liefde. En dan staat er. Zullen bij je zijn alle dagen van je leven. Alle dagen. Ook de dag dat je dan in Gods handen komt en echt bij hem komt. En dat is goed om ook uit te spreken voor alle dagen van je leven. En van mijn leven. En vers 6. En ik zal teruggaan naar uw glorieuze, naar uw luisterrijk. Dat is toch geen woord, mensen, in Nederlands. Luisterrijk. Nou, luisterrijk in het Engels. Glorieuze tegenwoordigheid. En dat is erg mooi. Dan mogen we altijd bij God zijn. Psalm 25, vers 4. Ik hou van deze psalmen. En Heer, u wil mij op mijn weg gewoon richting geven. Laat God richting geven. Niet denken, oh, zo is het bij die. Per dag kan je vragen, Heer, wat wilt u wat ik nu doe? Ik heb 10 van mijn boekjes heb ik gegeven in de huiskamer van het woonzorgcentrum. Gewoon aan de mensen die mijn moeder kende. En ik heb gezegd, ik zeg, nou, heel piepklein, zo'n piepklein fotootje van mijn moeder staat erin. Maar het ging mij niet om dat fotootje, het ging natuurlijk om de inhoud. Dus ik zei, joh, als aandenken, ik heb een boekje geschreven. Mogen jullie hebben een nieuw boekje? Nou, want ze zaten er bijna om te vechten. En toen ik daarna terugkwam met de kamer opruimen en ik kwam zo die huiskamer binnen, zag ik een paar mensen lezen, aandachtig, het woord van God. De dingen van de Heer. Ik dacht, gebruik elke situatie om mensen dichter bij God te brengen. En omdat onze huisarts het zo goed gedaan heeft, huisartsen, driemaal raden wie, zit in onze kerk.
Onze buren die hebben gezegd, onze ene buurvrouw, ik wil die huisarts ook hebben. Ik zeg, ik heb een goeie. Leuk hè? Lieve mensen, laat het licht schijnen over wat God kan doen. Ik heb een fotootje bij me. Ik hoop dat jullie veel foto's maken in je leven. Maar dit maakt je dan blij als je iemand kwijt bent geraakt. Want je mist iemand. En daar moet je ook tijd voor nemen. Maar dit is 4 generaties. 5 dames van onze familie. Het is moederdag. Dus ik dacht deze foto. En dat is mijn moeder met mij. En dan heb je onze Lydia, aangetrouwde Chelsea. En dan hebben we de eerste dametje die geboren is, onze Jenna, ons kleinkind. 4 generaties. En Jenna zit hier helemaal te lachen. En dan op de arm van mijn moeder, dan denk ik, 4 generaties, wat kostbaar. Ik ben de Heer dankbaar voor het leven. En dat dankbare, dat is goed om dat te benoemen. Mijn moeder was bang voor de dood, omdat ze dacht dat ze geen vrucht had. Ze had haar eigen leven geleefd. En ik kon 100 keer zeggen, mam, dat is niet zo. En toen opeens zei ik, ja, mam, dat is wel zo. Dat is waar. U hebt uw eigen leven geleefd. Helemaal stilte. Helemaal herkenning. Helemaal begrip. En toen zei ik, maar God is een God van genade. U en ik hebben allebei evenveel van uw genade nodig. Voor vergeving. Voor dat wat niet goed was. En toen had ik haar. En toen wist ik, oké, Heer. En toen zei ik, maar uw vrucht is wel dat u uw liefde, uw tijd, uw heel veel gebed en wijsheid om uit de kinderbijbel voor te lezen. En dat moet je maar willen, een uur per dag, elke dag. En daardoor hebt u 1 dochter met leiderschap die mensen kan inspireren over de duizenden. Mam, dank u wel. En mijn moeder deed een diepe zucht. Daar had ze nog niet aan gedacht. Ze had zichzelf altijd weggecijferd. Bedank je ouders. Bedank je moeder. Voor het goede. Dat is zo mooi, zo krachtig. Weet je. Even kijken, waar ben ik gebleven? Had ik Psalm 25 al? Volgens mij half of zo, hè? Half ergens. Hadden jullie vers 5 al gezien? Ja, vers 5. Escort me along the way. Want u bent de God van mijn vermeerderende redding. In het Hebreeuws is het niet van, oh, u bent mijn redder. Maar het is meer. Het is per dag een vermeerdering van gered zijn. Met meer goddelijk denken, meer goddelijke vrucht, meer van zijn inzicht, meer van zijn openbaring, meer van zijn vrede, meer van zijn liefde, meer van hem, zijn karakter. En dat vind ik mooi vertaald. En ik dacht dat wil ik erbij hebben. Increasing salvation. Vers 12. Laat me zien het goede pad welk ik moet nemen. Bid dat voor je kinderen, kleinkinderen, ouders. Vers 13b. En mijn nageslacht zal erven dat wat goed is. En mijn nageslacht. Vers 14. Was wat ik dinsdagochtend voor de begrafenis kreeg. En ik dacht, dit vind ik mooi om zelf de begrafenis, de dankdienst te kunnen doen. Heel veel mensen doen dat niet, want het is dan goedkoper om het niet te doen. Ik zeg, wij doen het op een mooie plek om mama te eren. Ik heb mijn moeder op de foto gezet in november. Met nieuwe kleren aan. Ze was net bij de kapper geweest de dag ervoor. En ik in haar eigen kamer. En ik zei, mam, wat ziet u er mooi uit zo. Ik maak een foto. En op het moment dat ik die foto nam, dacht ik, hey, die gebruik ik eventueel voor de kaart. En dan is dat zo mooi. Van, bedenk dingen van tevoren. Hoe kan ik iemand daarmee waarderen en ook blij maken? Later in de hemel kunnen we er nog om lachen. En want ze had een ding aan, ze zegt altijd, nou, dat vind ik, dat is jouw smaak. Ja, ik zeg, mama, dat is leuk. Dus ze staat op de foto met een ding, zo'n tijgerdingetje. Dat is mijn smaak. Ja, dat was mijn smaak. Maar ze staat te lachen en daar ging het mij om. Maar vers 14, dat is een belangrijke. Die heb ik dinsdagochtend gekregen. En er staat, er is een geheime plek gereserveerd, privé, voor jou en God. Tussen jou en God. Voor degene die van God houden, waar je bij hem zit en waar je ontvangt de openbaringsgeheimen van zijn beloftes. En een van die beloftes die ik had gekregen was voor het nageslacht. Hoe sterk was dat op de ochtend van de begrafenis? En het was in 1 vers.
waar de drie generaties genoemd werden. De eerste, ik ben natuurlijk enigskind, was dat Erald en ik op onze bruiloft hadden wij aan de Here geheiligd. Staat in onze trouwring. Apart gezet, alleen voor God. En dat woord kwam terug in een vers. Dat heb ik het op de begrafenis even genoemd. En de tweede generatie, Joshua Lydia, zijn natuurlijk onze kinderen. Joshua was de oudste. En hij, zijn naam, Joshua, God is mijn redder. Er zat ook in dat vers zat een bevestiging in. En de derde generatie, Lydia en Ruben, hebben hun kleintje. Dus dat is de volgende generatie, Levi. En die naam Levi. Alle drie generaties, God had niemand overgeslagen, kwam terug in een vers van beloftes van Gods goedheid en zalving over ons leven. Ik zei, wat de meest droevige dagen van je leven kan zijn, wordt met God een van de mooie momenten met God. Iets wat je misschien niet helemaal snapt uit mijn woorden, maar mijn clue is, God heeft iets om een zegen te geven voor jou en mij, secret, in het geheim. Dr. Caroline Leaf, misschien ken je haar, ze is wel eens op college geweest. En die zegt, wij denken vaak, je leven moet nou up zijn en altijd goed. Maar je leven is normaal up en down. Up en down. Ze heeft psychologie en weet ik veel, allemaal biologie en wat voor ideologie heeft ze gestudeerd. Ik weet het even niet precies. Ze heeft iets neurologie volgens mij, ja. En zij zegt, up en down is normaal. Dat zegt Psalm 23 ook. Dalen en bergen en dalen. Maar het gaat erom dat je niet alleen er doorheen gaat, maar met God. En met zijn hoop en met zijn woord. En met elkaar, om elkaar daarin te helpen en bemoedigen. Ik ben erg dankbaar voor de appjes. Ik heb niet alles beantwoord. En de likes en de kaarten en de zinnetjes en het komen. En dat doet je goed. Juist als je enig kind bent, doe dat goed. Ik denk, ik ben niet alleen. En dat was meer dan verwacht. Praat over dingen als je in een rouwfase zit. Waarom noem ik dat? Iedereen van ons maakt rouw vroeg of laat een keer mee. Vroeg of laat. En laat dan ook Gods licht schijnen. Laten wij dan zijn liefde demonstreren. Meer weerstand dan je gevoel zegt. Je gevoel kan verdrietig zijn, gefrustreerd zijn, angstig zijn. Maar er is iets sterker dan gevoel. En dat is zijn woord. Dat is geloof. Dat is hoop. Dat is leven. En laat dat sterker zijn dan je gevoel. Laat geloof sterker zijn. De geestkracht sterker zijn. Zijn overwinningskracht sterker zijn dan je emotie. Niet dat je dat emotie weg moet drukken. Maar wel verwerken. Er staat in Jesaja 51, troost. Maar er staat en vreugde. En wij knippen dat vaak af. Oh, je geeft troost. Maar dan blijf je slachtoffer. Oh ja, ik heb troost nodig. Ik heb troost nodig. En ook nachtmerries gehad en zo. Ik was midden in de nacht was ik met een dode alleen op een kamer. En ik moest me aankleden en het personeel liep me natuurlijk alleen even. En ik moest even de spullen pakken. Het was toch onverwachts. En ik dacht, nou ben ik alleen met de dode. En op het moment, ik wilde bij mijn moeder zijn, maar toen ze er niet meer was, wilde ik wegwezen hier, weet je wel. En dan is het eng. En ik had nog nooit een dode gezien. Nooit. Nooit. Nooit zoiets meegemaakt ook. En één keer. Maar dan nog alleen maar de kist, weet je wel. Wij hadden eigenlijk weinig begrafenissen. En ik kijk nooit als het open is. Ik heb bij mijn vader, ik wilde mijn vader niet zien toen hij overleden was. En ik heb het leven dan in mijn hoofd en dat vind ik mooi. Maar dan was dat, ik dacht, heer, dus ik had wat nachtmerries dus nu over. De afgelopen nacht ging goed. En dan moet je daar ook even tijd voor nemen, voor bidden. En dan denk je, ligt het aan mij? Maar Matteüs 26 zegt, Jezus vers 38... Mijn hart is overweldigd en kapot door droefheid. Dus dat is ook bij Jezus. Het voelt alsof ik doodga. Dat zegt de Heere Jezus. Mooi vertaald, hè? Vlak voordat hij naar Golgotha gaat. En dan weet je gewoon van, hij weet het. Dus je moet bij Jezus zijn. Hij heeft het zelf meegemaakt en hij kan ons helpen. Nou, op deze dag kom ik natuurlijk bij Spreuken 31 uit. En altijd, dus we worden allemaal weer blij, hè. Troost en vreugde. Vergeet niet die vreugde te bidden over mensen. Want vreugde, Gods vreugde geeft jou en mij kracht. Jesaja 51. En
Nou, dat was extra. Spreuken 31 vers 1. Nou, natuurlijk. Geïnspireerde woorden van mijn moeder die mij onderwijzen. Laat woorden geïnspireerd zijn. Niet wettig. Niet wettisch. Niet vanuit gewoonte. Maar kijk steeds, welk kind heeft welke woorden nodig? En laat het geestvervulde geïnspireerde woorden zijn. En dan heb je vers 8b. Nog steeds uit de Passion Translation. Hè? En kom op voor degenen die zichzelf niet meer kunnen verdedigen. Kom op. Ja. En de maatschappij die mensen in tehuizen stopt, die mensen wegstopt, die gehandicapten wegstopt. Laten wij er voor hen zijn. Laten we opkomen voor hen. En laten we niet te gauw zeggen. Is iemand onrustig omdat hij honger of dorst heeft? Oh, wij kunnen ook wel een beetje geven. Wij kunnen wel waken. En dan heb je zulke mooie momenten. Een van de mooiste dagen heb ik van mijn leven gehad met mijn moeder. En dat zou ik iedereen willen aanraden als dat zou kunnen. Er staat. En hen die aan het sterven zijn. Ik dacht, staat gewoon in uw woord. Ik kreeg hem deze week. Dus kom op voor hen die in de laatste fase zijn. Vers 10. Ze is een vrouw van kracht. Vers 15. Zelfs in het duistere seizoen, in het nachtseizoen, zal ze weer opstaan. Zal ze niet blijven liggen. Zal ze weer overeind komen. Lieve mensen, als je het niet meer ziet zitten, bel een vriendin, laat voor je bidden. Ik ben blij met mijn bidgroep. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik was erg open, ook op de app. En ze hebben voor verschillende dingen gebeden. En meegeleefd, daar ben ik erg trots op. Je hebt elkaar nodig. Connectgroepen of interessegroepen. En weet je, in het donkere seizoen, dan weet je, er is een kracht die je doet oprijzen. Boven je eigen kracht. Als je zelf denkt, ik kan niet meer. Mijn verlangen was mijn moeder in mijn armen. En het gebeurde. 4 bijzondere toevalligheden net. En ik had haar. En ze heeft het gehoord. En ik kon zeggen, veilig in Jezus' armen. En ik hou van u, mamsie. En ze moest lachen. Nog de laatste 2 ademhalingen. En ze mompelde iets terug. Zoiets van, ik hou van jou. En ze, tijdens het praten van ja, ik zag dat zo die lip lezen, ging ze weg. En ik dacht, oh, dit is het echt. Weet je wel, dan denk ik, oh, ze is echt gegaan nu. Ik denk, Heer, dank u wel. Dank u wel dat ze zo mocht gaan. Want dat was mijn gebed geweest in januari. En God heeft mijn gebed verhoord. Wat niet kon, want ze had moeten slapen. Maar dat was op een bepaalde reden, had ze dat spul niet gekregen. Haha, ik hou daarvan. Ze zeiden wel eens, de dokter, die zei wel eens, er zijn heel veel engelen daar geweest om allemaal dingen te regelen. Ik zei, ja, mooi zo, anders was het geen wonder. En God doet wonderen. Wat kan helpen? Ik heb 5 punten. En die punten, zoals ze zijn, zijn ze. Ik heb niet veel eraan toe te voegen, maar ze zijn wel heel duidelijk. 1. Accepteer jezelf, ondanks je zwakheden. Accepteer jezelf. En help anderen hun zichzelf te accepteren. En mijn moeder kon nooit in de spiegel kijken, had ook nooit make-up op, om die reden. Want ze wees zichzelf af, maar er was een oorzaak voor. Een terechte oorzaak. En daarom heb ik daar geen oordeel meer over. Moest ik afleren. Als tiener heb ik dat afgeleerd. En accepteer jezelf, ondanks je zwakheden. Stijg, punt 2, uit boven gevoelens van onwaardigheid, van onzekerheid, van frustratie of onbegrip of welk gevoel er ook is. Afwijzing is een hele sterke. Maar stijg daar bovenuit. Gewoon met je verstand en met Gods woord. Oké, dit voel ik, maar ik stijg daar boven. Want er is iets van goddelijks wat belangrijker is. 3. Je hebt vrijheid om je talenten te ontwikkelen. Gebruik die vrijheid. Jij en ik hebben een grote vrijheid. Er is geen oorlog in dit land. Wees daar dankbaar voor. En bid voor wijsheid, voor de regering en voor het koningshuis. En voor je stad. Maar een vrijheid hebben we om onze gaven te ontwikkelen. En ontwikkel dat door. 4. Laat het verleden achter je. Laat het los.
En met het verleden kan je geen kant meer op. Maar ga voor het nieuwe leven. Het leven met Hem vernieuwd. Steeds vernieuwd. Dagelijks vernieuwd. Dat is mooi. 5. Maak je vrij van obstakels die het leven uit je weg trekken. Die jou tegenhouden. En mij tegenhouden. Om van het leven te genieten. Geniet ook van het leven. Op de laatste paar uren. Ik heb lang haar natuurlijk. Mijn moeder hield niet van lang haar. Ik had dus als kind stekeltjes. En toen Erald mij leerde kennen, heeft 7 maanden geduurd. En mocht niet meer naar de kapper van Erald. We moesten mijn haren wat langer laten groeien. En we zijn na 7 maanden getrouwd. Ik moest niet trouwen, we zijn vrijwillig getrouwd. En zeg ik er altijd even bij. Maar het grappige is, ik gaf mijn moeder een kus. En dan kriebelde mijn lange haar over haar gezicht. En ze zat gewoon onder de morfine tegen de pijn. Ze had longkanker. Maar toch, ze moest lachen. En dan duwde ze met haar hand mijn haar weg. En dan zei ze, knippen, fluisterde ze. Ik zeg, nee, mam. Ik zeg, u gaat naar de eeuwigheid. En ik hou mijn haar. U zal niet ik ben niet uw dochter, als een kale kip. En dan moest ze zo om lachen. En we hadden nog die leuke, ja, met elkaar, zo'n moeder-dochter moment. Weet je wel, pak die momenten. Ik sluit af met Spreuken 23. Vrijdag zei ik, Heer, ik wil een tekst hebben als afsluiting voor de kerk. En dat is Spreuken 23, vers 22. Ook voor de mannen. Geef respect aan je vader en moeder. Want zonder hen zou jij er niet zijn. Logisch. En negeer je ouders niet als ze ouder worden. Ik vond dat wel een hele sterke. Vers 24. Wanneer een vader zijn kind observeert en hij ziet dat zijn kind, zijn zoon of dochter, in goddelijkheid, met goddelijke vrucht leeft, dan is dat zijn grootste trots. Er is niets, staat in de Bijbel. En de Bijbel is waar. Wat hem trotser maakt. Vers 25. Zo dat je vaders hart zal barsten, vol zijn met vreugde. En je moeders ziel gevuld zijn met blijdschap. Waarom? Vanwege jouw vrucht. Demonstreer liefde van God. Oh, ik moet bidden, hè? Ja, ik ga bidden. Vader in de hemel, we komen hier zo bij u. En ik bid u, Vader, help ons. Vergeef ons dat wat wij niet hebben gedaan. En Heer, vanaf vandaag, vanaf nu. Uw genade is genoeg, maar we mogen opnieuw beginnen. Vader, laten wij een licht. Laten wij uw liefde kunnen demonstreren. Aan iedereen om ons heen. Maar met name ook naar onze ouderen. En naar onze ouders. En naar iedereen waar wij verantwoordelijkheid over mogen hebben. Dank u wel daarvoor, Vader. 100%.